Allah. Wat vind je ervan dat je nou mee mag op de Prinsenwagen? Helemaal voor jou. Mooi. Carnaval blijft in mijn hart. Daarom maakte zijn vader deze Prinsenwagen. Lucas heeft een DNA-verwijking die levensbedreigend is. Het hele jaar door is carnavalsmuziek bij hem feestbouwen. Ik ben al lang blij dat hij nog onder ons is. En hij heeft een flinke bucketlist die we al afgewerkt hebben. Maar ja, dit was ook weer iets wat hij zo spontaan. Wat we spontaan hebben gedaan omdat hij niet terecht kon op de Brouwhazenwagen. Hebben we zelf in 3 weken tijd een auto gerealiseerd. Dokters verwachten dat Lucas niet ouder dan 15 jaar zou worden. Maar nu zijn we al bijna 5 jaar bezig met medicijnen uit Amerika die we niet vergoed kregen. Waardoor hij in 1 keer veel beter kon praten en veel beter in zijn vel zat en actiever was. En nog steeds onder ons is. En dit jaar wordt hij al 20. Voor nu is hij dus 1 dag Prins Carnaval met eigen wagen. Daar hielpen veel Helmonders aan mee. Ja, geweldig. Dit zijn dingen die je nooit van je leven gaat vergeten. En dan probeer maar mensen te regelen die mee willen lopen. Mensen waar je het niet van verwacht, die zeggen ja. Van wij lopen mee, wij helpen mee, waar ze kunnen. En dat is geweldig.